kom net van de training, denk ik. Ja, klopt. Is er een moment, bijvoorbeeld de eerste keer dat je met nieuwe voetbalschoenen, je hebt een nieuw paar schoenen, en de eerste keer dat je mee op het veld gaat of de eerste keer met een nieuwe bal, is er zo'n moment dat iets... Eigenlijk vandaag heb ik een paar nieuwe schoenen aan. Ja? Toevallig, echt waar. Ja? Ja. En dat is, heeft dat iets ten eerste? Of zijn het al zo gewoon om... Ja, van, ja. Van de sponsor krijgen we natuurlijk heel veel en dan een keer een nieuw type, maar... meestal is dat gewoon een andere kleur, maar nu is het echt een nieuw type schoen. En je voelt dat? En, ja, dat voelde wel. Ja, dan naar uitkijken is een groot woord, maar het is toch altijd iets bijzonders. Hè. Een leuk momentje. Ja, dus, absoluut. Wel, ik heb dat ook, maar bij mij is dat bij het openen van een nieuw spel kaarten. Okay, yeah. Dat is voor mij een speciaal moment. Yeah. Ik heb hier in de fanshop van Tottenham heb ik een spel kaarten gekocht. Okay. Spur kaarten. Yeah. Je mag ze openmaken. Er zit zo'n plasticje rond. Dan mag eraf. Is dat niet open geweest? Ja, geef maar aan mij. Ja, dat mag je bekijken. Nog niet open geweest. Nee, ik heb het goed. Ja. Haal de kaart er maar uit. Doosje mag je ook aan mij geven. Jokers erin laten zitten? Die mogen erin blijven, ja. En als je door de kaart... Die zitten in volgorde. Ja. Aas tot koning, 4 keer. Je mag er 1 kaart uitnemen. Neem er maar 1 uit. Ik mag die ook zien, dat maakt niet uit. En op de voorkant schoppen 3. Ja. Schoppen 3, op de voorkant mag je heel groot je naam of je handtekening zetten. Ja. Ja. Oké. Okay. En stop maar terug in het spel en je mag de kaarten schudden. Ik zal de pen nemen. Tevreden dan? Hè? Denk het. Goed geschud. Oké, okay, dan mag je de kaarten op je linkerhand leggen, plat. Zo. En je andere hand daarbovenop leggen. En zo neerdrukken. Weet je nog wat ik zei over kaarten openen? Ja, ja, een nieuwsbouw. Leuk nieuw moment. Ja, dat is voor mij een speciaal moment. Kijk hoor. Dit is voor mij een speciaal moment nu. Oké. Okay. Het is al gebeurd. Kijk maar. Je mag het plasticje openmaken, geen sneetjes in. Het is nieuw. Ja, ik voel me zo stom nu. Weet je. Dus, normaal ben ik dat wel voorbereid voor een interview met deze. Ik zal het plasticje wel nemen. Ja. Maar dat pak ik op een speciaal moment af. Weet je. Dat wil ik niet, ja. Ja, ik gun het u. Okay. Ja. De jokers mogen erin blijven. Ik zal het doosje nemen. En kijk eens, door de kaarten zitten ze in volgorde. Je hebt de kaarten geschud. Jokers, koning tot aas. En er zit 1 kaart bij. De schoppen 3. Met uw handtekening er nog op. Dat is correct, hè. Een speciaal momentje. Klopt. Ik ga me toch iets moeten uitleggen straks. Maar... Knap, heel knap. Ja. Heel knap. Ik ben aan het denken, maar ik was aan het opletten, maar ik heb niks gezien. Ik heb vroeger, en vraag me niet om nu een truc te doen, ken ik ook wel eens wat trucs en ik was er altijd heel geboeid door. Maar ik heb niet. Ik heb niet genoeg snelle vingers, denk ik. Hij zei zelf dat heel veel oefenen is. Ja, oefening baart kunst, ook in de magie. Ik ga je proberen af te leiden, maar ik kan je alleen maar afleiden als ik uw aandacht heb. Oké. Okay. Naar de kaarten kijken dus. Ja. Of kies maar. Nee, sorry. Maar momenteel hart en aas, dat is het belangrijkste. Oké. Okay. Je mag je hand zo houden. Hand zo houden, ja, perfect. En je mag de hart en aas vasthouden. Moest je nog twijfelen, mag je nu nog eens kijken naar hart en aas. Gezegd... Ik zag je twijfelen, kijk maar. Hart en aas. Klopt, hart en aas. Oké, maar straks niet meer, want dat is het spelletje natuurlijk. Ik ga de hart en aas wisselen met de ruit en aas. Ik ga die twee wisselen. Als ik die zo wissel, dan neem ik de hart en aas zonder te kijken. Welke kaart heb jij dan vast? De ruit en aas. De ruit en aas. Maar eigenlijk, Jan, die hart en aas en de ruit en aas, die zijn er alleen maar om af te leiden. Hmm. Van de koningen. Oké. Okay. Dus nu, in mijn gedachten, zit nu hier ruit en aas en hier hart en aas. Dat is het idee, toch? Dat is de afleiding van de, mag kijken, hoor. Van de koningen. Kijk maar. Koning. Ik weet weer niet wat er gebeurd is. Sorry, man. Sorry. Zie, dat is een truc die ik wel eens zou willen kennen. Maar ik heb altijd gehoord dat je dat niet mocht vragen aan de gasten. Dus, ga er mij eentje uitleggen ook, of niet? Je moet je trucs niet verklappen, laten. Maar deze vind ik... Dat lijkt simpel, weet je, maar dat is ook nou wel zo. Die andere lijkt me heel moeilijk om te doen, maar deze... Hij heeft knap gedaan, ik ben onder de indruk. Ik zal straks proberen bij de mannen, maar ik denk niet dat hij gaat lukken. Nee, heel knap, heel knap.